planlast wordt voor mij veroorzaakt in ons specifieke geval door het feit dat we meer instellingskenmerken hebben dan fysieke scholen. Twee, door een personeelsregelgeving die zeer complex is en bijvoorbeeld tal van verlofstelsels toelaat die goed moeten beheerd worden. Drie, door de verantwoordingsplicht die je krijgt, waardoor men zou kunnen zeggen dat ofschoon de samenleving vertrouwen heeft in het onderwijs, er toch heel veel moet aangetoond worden. En ten vierde ook door een samenleving. Onderwijs beweegt zich in de context van een samenleving die meer en meer transparantie vraagt, waardoor u zaken anders moet brengen, omdat alles openbaar moet zijn.